Late Night. Ik was blij dat de deurbel vanavond weer ging. En ook met wat er aanbelde, want het verhaal tot nu toe is heel erg leuk. De band The Wanderer. Voorman Nikos, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik ga er altijd totaal blanco in. Dat hebben we hier net uitgelegd. Ja. Ik heb hier paspoortgegevens voor me. Je achternaam is Frangiscatos. Ja, dat klopt, ja. Spreek je het ook goed uit? Ja, het is gewoon Frangiscatos inderdaad. Ja, Frangiscatos. Dan was er bij mij niet direct een belletje gaan rinkelen. Alhoewel, dat Tos ben maar Nikos, dan weet ik het helemaal zeker. Je hebt een Griekse achtergrond, of ja, zit ik er helemaal naast? Ja, ik kom uit Kefalonia. Ja. En wanneer ben je in Nederland komen wonen of ben je hier gewoon geboren en getogen? Ja, ik ben hier niet geboren, maar ik denk toen ik een jaartje op 8 was, sindsdien ben ik hier. Ja. Kijk, en heeft daar je bandnaam ook iets mee te maken, The Wanderer? Want het is de zwerver, toch? In ik ben nogal zwervend inderdaad. zoekende in het leven eigenlijk. Dat betekent het voor mij. Dus vandaar eigenlijk de bandnaam. Ja. Nou, voor een zwerver zie je er redelijk fris uit. Dankjewel. Wat moet ik absoluut weten over The Wanderer? Nou ja, dat ik een singer-songwriter ben en eigenlijk vrij nieuw, 2 jaar nu begonnen. En ik denk dat ik maak liedjes om mensen hun harten te raken. Dat vind ik belangrijk. Ja, recht een hartje in zijn het, vond ik een mooie zin. Ja, absoluut. Ja. Je had het net over een nieuwe single. Was er dan ook nog een oude single? Ja, ik heb dit is mijn tweede single. De eerste single was is een jaar geleden, Down the Road. En ja, super trots op. En ook heeft het ook eigenlijk Radio 2 gehaald en 3FM en al dat soort dingen. Dus ja, dat is toch wel bijzonder, ja. Ja, mooi man. Ja. En die tweede single ga je vanavond live in de koersjes voor ons doen. Ja, absoluut. Maar niet voordat we even een nieuw programma onderdeel introduceren. Dat zijn de deurbeldilemma's. Oh god. Om jou nog beter te leren kennen. Voor jou ligt een rode dobbelsteen. Ja, ik zie hem. Ja, 6 cijfers. Uh-huh. Zoals bij de meeste dobbelstenen. Jij mag gooien en het getal correspondeert met een vraag. En die ga ik aan je stellen. Oké. Nou, komt ie dan. Nummer 4. Dubbel dilemma. Nummer 4. Griekenland of Nederland? Griekenland. Oké, waarom? Ja, zon hè. Dus ik vind het heel erg. Ik kan dus altijd zo ontspannen als ik in Griekenland ben. En gewoon de zon en de geur van de zee. Dat geeft me gewoon heel veel rust. Ja. Ja, als je dan toch ergens moet zwerven, dan maar daar in het zonnetje inderdaad. Ja, absoluut. Ik heb ontzettend naar mijn zin in Nederland, hè. Dat eigenlijk vooropgesteld. Maar als ik moet kiezen, zeker. Nog eentje doen? Ja, is goed. Kom maar op. Komt-ie. Oh. Als het hetzelfde getal is, ben je af. Ja, 5. Top. Je speelt gitaar, hè? Ook. Ja, zometeen in het nummer ook, hè? Ja. Dit is het dilemma wat hoort bij dit nummer. Nooit meer kunnen zingen of nooit meer gitaar kunnen spelen? Nooit meer gitaar kunnen spelen. Vind je belangrijker dan, vind je minder belangrijk dan zingen? Ja, mijn kracht is mijn stem. En ik ben wel gitarist, maar ik ben geen virtuoos of zo. Dus en vandaar dat ik me ook laat omringen door fantastische muzikanten. Maar mijn stem is mijn kracht, ja. Stel ze nog even aan ons voor, want je bent hier niet alleen vanavond. Ja, zeker. Victor Driest op de keys. En mijn andere wingman is Peter Pleur op de gitaar. Nou, ik zou zeggen, zoek ze op. Ja, ga ik doen. Wat een relaxed muziekje is dit eigenlijk. Ja. Ik maak het even iets actiever, Nikos. Nou. Maar niet rennen, want dan ben je buiten adem. Laat zo'n klein stukje. Als je denkt, van, nou, ik wil ook wel een keer aanbellen bij de Roadshow. Dat kan gerust. Stuur wel even een mailtje, zodat er niet 10 mensen op één avond aanbellen. Dat is een beetje lastig. Nog wel lekkere nummers draaien. Stuur dan even een mailtje, roadshow@avrotros.nl. Dus roadshow@avrotros.nl. Enige voorwaarde is dat je ergens enthousiast over bent of iets goed kan of goed denkt te kunnen. Het zijn eigenlijk 2 voorwaarden. Klopt. We gaan luisteren naar The Wanderer live in de Roadshow met een nieuwe single. Out of me, like a feather light in the dark, you give what I need to see. You are in me, like I am in you. You are in me, like I am in you. When I fall, try to call, but no one seems to pick up the phone. I dreamt it all, you only live inside my head. I
always alone. That's my reality. You are in me, like I am in you. You are in me, like I am in you. When I fall, I picture you lifting me up. I try to call. Dit mooi. Woehoe! The Wonder, live in de Roadshow Late Night. Wat fijn jongens, tof dat jullie aanbelden. Dank je. Wanneer is die EP uit? Ik hoop voor de zomer nog. Voor de zomer nog? Ja. Dat is een mooie belofte. Dit was Inside My Head, jullie nieuwe single. Fijn dat jullie aanbelden vanavond. Dank je wel. NPO Radio 2.